السلام عليكم خويا افونت عيسى مومات يوسف. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. Jongens, dit is de derde partij in de eerste ronde. Het is weer nieuw, drietallen, dus dat is weer iets anders. We spelen nog steeds om het boek Marokkaanse trots. Staat in de top 10 van het meest populaire sportboek namens Bruna, dus dat is een eer. Bezig. Mabrok, met je boek Noordin. Ja, wij ben ik fik, Jozef. Barakallah alaik. Wij ben ik fik. Oké, jongens, maar we spelen natuurlijk ook om de eer en prestige. En, zeker. En hardgezelligheid, dat is het allerbelangrijkste. Zeker. En ik moet zeggen, ik heb hem bijna uit dat boek en het is echt een aanrader. Leuk boek. Dus koop allemaal. Nou, mooi. Nou, dankjewel. Zeker. Dankjewel. Oké, jongens, we beginnen met het eerste paspoort. Van welke speler is het paspoort? Voor 3 punten, Heerenveen. Voor 2 punten, Feyenoord. Voor 1 punt, Kayserispor. Youssef. Youssef. Ja. Die Babas is Yoglu, Bilal. Ja, is goed. Ja, natuurlijk. De tweede. Van welke speler is het paspoort? Voor 3 punten, Quetta. Het was Subta. Voor 2 punten, Mnilia. Voor 1 punt, Numancia. Mohammed. Munir. Is goed. Ja. De laatste club waar die nu zit is Malaga. Ja, ik twijfelde omdat jij zei 1 punt. Ik denk, is dit nou de laatste club? Maar hij heeft toch ook bij Malaga gespeeld? Ja, ik denk van, niet begrepen. Ja. Oké, voor welke speler is dit paspoort? Voor 3 punten, Sparta. Voor 2 punten, Heracles. Isam. Hey Sam. Dari? Nee. Je hebt 1 punt naar Mohamed en 1 punt naar Youssef. De volgende was AZ. Youssef. Ja, ik krijg geen punten voor, want je hebt al punten gehad. Okay. Wie zou je zeggen? Belhassani. Ja, Belhassani, klopt. Oké, de volgende. Tussenstand 2 voor Mohamed, 2 voor Youssef, 0 voor Isam. Voor welke speler is het paspoort? Voor 3 punten, Nancy. Voor 3 punten, Fulham. Voor 2 punten, Stade Rennes. Voor 2 punten, Olympiakos. Voor 2 punten, Valenciennes. Voor 1 punt, Nancy. Voor 1 punt, Leguia. Voor 1 punt, Qatar, SC. Voor 1 punt, Le Mans. Nee. 3 keer pas. Onze donkere centrale verdediger. Lang in de jaren, begin 2000. Wat doe je? Nee, ik had andere namen in mijn hoofd. Een betere. Om even stil te blijven soms. Heel verstandig. Oké, jongens, de volgende. Voor 3 punten, Mouloud Yaouzda. Voor 3 punten, Maghreb Fès. Voor 3 punten, Ruben Kazan. Voor 2 punten, Litex Lovac. Mohammed? Ja. Rabah? Nee. Punt naar Issam, punt naar Youssef. Ik zou doorgaan met Heerenveen, 2 punten. Beru. Oh, het gaat nog door nu. Ja, maar voor spek en bonen. Je hebt de punt al gehad, dus er zijn geen punten meer te verdienen. Daarna is hij naar Enosis Neon Paralimni. Daarna Apollon Limassol. Alki Larnash. Etnikos Agna. Terug naar wie dan? Eerst de Mera. Ja, het is vooral natuurlijk de ene club in Nederland, Heerenveen. Volgens mij uit mijn hoofd 2004, 2005. Een jaar, 1 seizoen. Is dat gisteren? Gisteren, ja, klopt. Ja. Oké, jongens, de opbiedvraag. Tussenstand: 1 punt voor Islam, 2 punten voor Mohamed, 3 punten voor Youssef. 1,5 minuut tijd.
beginnen bij de laagste die mag beginnen met bieden. Dat is Heysam. Noem de clubs waar Khalid Sinou heeft gezeten als prof. Met welk aantal begin je? Even kijken. Ik begin met 3. Ik kan daar nog opbieden, hè? Ja, zeker. Ja, zeker. Begin met 3. Heysam 3, Mohamed. 4. Youssef. 5. Heysam. Dat is leuk. Ga je voor 6? Nee, ik ga niet voor 6. Nee? Nee. Mohamed, ga je voor 6? Nee? Oké, dan gaat de tijd nu in. 5 clubs. Hij heeft bij Haarlem gespeeld. RKC. Ja. AZ. Ja. PSV. Ja. Turkije heeft die Kasim Pasa. Klaar. Goed. 5, ja. Alle 5. Nou, binnen 15 seconden. 1, 2, 3, 4, 5. Had je nog meer kunnen noemen? Hij heeft in Cyprus gespeeld bij... in Cyprus heeft hij gespeeld, maar ik ben even die club vergeten. Iets Omonia. Met Limassol of zo? Nee, Omonia Nicosia. Ja, daar heeft hij gespeeld. En, is hij bij Utrecht gespeeld? Utrecht heeft gespeeld. Utrecht heeft hij ook gespeeld, inderdaad, klopt. Sparta. Sparta heeft gespeeld. Ja, Sparta ook nog, ja. Hij heeft veel clubs gehad, ja. NEC heeft hij gespeeld. En Hamburg. Oh, NEC heeft hij ook gespeeld, ja. Heerenveen en Hamburg. Ja. Oké, jongens. De volgende vraag, de laatste vraag, meneer punten. Wat is de stand eigenlijk? De stand is 1 punt voor Heysam, 2 punten voor Mohamed. Youssef is uitgelopen naar 8 punten. Mm-hmm. Oké, jongens. Er zijn 25 punten te verdienen. Neem geen risico's, dat mag niet te lang. Op 28 augustus 2005... Op 28 augustus 2005... debuteerde de 17-jarige puntje puntje in de Eredivisie tegen Rode JC. Wie was deze speler? 2005. Ja. Mohamed? Yusuf? Mohamed. Oké. Okay. Asati? Is goed. Ja, had ik al. Een andere Marokkaan stond in de basis. Wie was deze Marokkaan? Mohamed. Mohamed. Afalai? Is goed. Met welke achterhoede, inclusief keeper, speelde PSV toen? Moet ik... Sorry, mag ik een vraag stellen? Nee, je hoeft ze niet allemaal te noemen. Als je eentje weet, is één... Yusuf Mohamed. Yusuf was eerder. Gomez. Is goed. Op doel. Had je... Even kijken, hoe heette die... Oké, wat was de naam ook alweer? 5 seconden. Ja, ik kom er even niet op. Ik weet precies wie, maar ik kom er even niet op. Moment was als tweede. Alex? Ja, Alex. Alex is goed. Mag ik doorgaan? Oh, ik mag doorgaan. Ja. Ik twijfel. Als ik hem fout beantwoord, gaat er een punt de andere kant op? Ja. Dan pas ik. Pas je. Heysam? Er zijn nog 3 spelers. Nog 3 spelers, ja. Salcido, Kromkamp. Niet te veel noemen. Dus begin met eentje. Oh. Eén naam. Salcido. Salcido is fout. Moet ik doorgaan? Mag, hoeft niet. Mag. Ik gok nog op Jan Kromkamp. Fout. Dat is niet 2005. Ja, pas ik. Ja? Ja. De anderen waren Ooyer, Bauma en Lee. En wie? Oh, ja. Lee. Ja. Lee, ja. Oké, we gaan door, jongens. Wie was de trainer die Aissati liet debuteren? Mohamed. Youssef. Mohamed. Hoor je mij? Verheerding.
Ik riep al een paar keer, hè? Ja, maar moment was eerder, Jozef. Oh. Ja. Ik kreeg niet... ik had ook Hiddink in mijn hoofd, hoor. Dus, maar ik kreeg geen... Maar wacht, jongens. Volgende keer met antwoord geven pas als ik zeg dat je antwoord mag geven. Moment. Ja. Antwoord? Ja, ik had ook Hiddink. Niet, niet van Jozef. Is goed. Op welke positie eindigde PSV het seizoen 2005-2006? Jozef. Eerste. Is goed. Landskampioen. Wie werd er tweede? Jozef. Jozef. Ajax. Fout. Mohamed. Ja, je krijgt hem sowieso gratis. AZ. AZ. Welke Marokkaan... Ik twijfelde tussen Ajax en AZ. Ja, het was ook zo'n laatste ronde in de laatste wedstrijd. Hè? Nog een race. Welke Marokkaan speelde dat seizoen bij AZ? Jozef. Mohamed. Jozef. Alhamdoui. Fout. Tarek Siktiwi. Siktiwi, ja. Terug naar PSV. Eind 2006 wilde trainer... ... Hij zat te verhuren om ervaring op te doen. Wie was hij? Rezan. Koeman. Is goed. Tussenstandje. Rezan 4 punten. Moment 10. Jozef 12. Het kan nog alle kanten op. Ismail Assati ging toen naar... Mohamed. Ajax. Fout. Shit, ik weet dat het fout was. Ik kreeg hem te snel. Hij ging naar FC Twente. Wie werd daar zijn trainer? Jozef. Rutte. Is goed. Welke Marokkanen trof hij bij Twente? Mohamed. Jozef. Mohamed. Bakal. En Alamadi. Zo goed. De internet, hij is al je internet. Ja, serieus. Ik zou ze bellen. Maak niet uit. Smeg naar Aysam, hè? Aysati vertrok uiteindelijk naar Ajax. Hij speelde weinig en raakte geblesseerd. Ajax gaf aan dat Aysati fysiek niet sterk genoeg zou zijn en liet hem daarop samen met Soleimani voor het oog van de media traplopen in de arena. Wie was toen zijn trainer? Jozef. Jozef. Frank de Boer. Is fout. Mag ik hem zeggen? Of? Ja, je hebt dus jou, ja. Ik mag het wel zeggen, maar je pakt punten. Wie zou je zeggen? Is het Jo? Martin Jo? Ja. Jo. Ja. Hij is een instinct. Heel veel mensen denken Frank de Boer. Ja. Je verwacht het niet van Jo, hè? Eerder van de Boer. Nee. Oké. Augustus 2011 maakte Ismail Assati zijn debuut voor het Marokkaans elftal tegen Senegal. Wat was de uitslag? Oh. Wanneer was dit? Dit was augustus 2011. Senegal. Ja, ik denk dat ik het weet, maar ik wil die gok niet nemen. Nee? Ik sta voor, jongen. Maakt niet uit. Ja, daarom juist. Niemand? Nee. Oké. Moet het ook niet? Nee. Wat had je gezegd? Niet voor de punten. Ik dacht dat volgens mij had ze 1-0 gewonnen of 1-0 verloren, als ik me niet vergis. Nee, 2-0 gewonnen. 2-0 gewonnen, oké. Okay. Ja. Wie scoorde er toen? Zo. Nee, dat weet ik. Nee, ik pas. Jozef past? Rezan? Ik pas ook. Past ook. Moment? We krijgen nog genoeg vragen, hè? Ik pas ook. Oké. Larabi? Garza. Had ik toch verkeerd... Ja, had je iemand anders. Wie keept er die wedstrijd? Poeh. Even graven, hoor. Ja, je hebt heel veel keepers, dus... Ja. Wie was het ook alweer? 2011. Nee, ik pas. Dus het past? Ik pas ook. Hoe het past? Ik pas ook. Nedir. Lumière. Ja, dat dacht ik al.
Wie was de bondscoach? Youssef. Youssef. Gerrits. Goed. Aissati verving een oud FC Twente speler. Wie was dat? Ahmed. Mohamed. El Amadi. Dat is fout. Asaidi was dat. Asaidi. Er kwamen nog twee Nederlandse Marokkanen in actie. Wie waren dat? Youssef. Youssef. El Amadi. Dat is fout. Boussoufa. Is goed. We zijn tot het einde gekomen, jongens. Oké. Meestal 8 punten. Mohamed 14 punten. Youssef 17 punten. Youssef, we zien jou terug in de tweede ronde. Goeie overwinning. Mohamed, we zien jou terug in herkansing. Kom goed gespeeld, jongens. Meestal. Leuk. Bedankt voor goed het meedoen. Yes. En graag tot de volgende keer. Ja, shukran. Goed gespeeld. Ja, alles goed. Salam.